Hallo iedereen en opnieuw welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Goed Bezig, hier in ons café van het Bierkasteel in Isegem. Een programma waarin Matthias en ik praten met indrukwekkende ondernemers. Klopt, en onze centrale gast staat helemaal klaar om zich de komende 30 seconden voor te stellen. Hallo, ik ben Nina Maat, ik ben 25 jaar en ik heb een hele grote passie voor de circulaire economie. Ik geloof namelijk dat dit één van de oplossingen is voor verschillende milieu- en klimaatvraagstukken. Het is dan ook mijn ambitie om hieraan bij te dragen door die circulaire economie zo breed en toegankelijk bekend te maken bij de ganse bevolking. En dit doe ik met mijn VZW Antwerp Circular door hands-on projecten te organiseren waar burgers, bedrijven, kunstenaars en kennisinstellingen samenkomen om zo handvaten te creëren in die milieu- en klimaatvraagstukken. Ik ben dan ook super blij dat ik hier bij Goed Bezig aanwezig mag zijn om over de circulaire economie te praten. Hey, dag Nina. Dag Nina, welkom. Zit je goed? Ja, lekker. Welkom. Zeg, super, super zalig dat je er bent. We gaan er ineens induiken. Je bent nog niet zo lang van de schoolbanken, als ik het goed begrepen heb. Maar eigenlijk ben je al best wel een tijdje bezig met waar je vandaag allemaal bezig bent, Antwerp Circular. Oh. Misschien daarmee starten. Wat doen jullie precies? Ik heb Antwerp Circular in 2016 opgericht, nadat ik in 2014 voor het eerst een artikel las over de circulaire economie. Mm-hmm. En dan dacht ik, ah, wow, dat is super logisch, circulaire economie, hè, op al die milieu- en klimaatvraagstukken die je voorbij ziet komen. Waarom zijn we daar nog niet eerder op die kar gesprongen? En dan dacht ik, oké, wat kan ik met die circulaire economie doen? En ik dacht, om dat zo goed mogelijk uit te rollen, is het denk ik belangrijk dat iedereen ervan weet wat dat is. Want heel vaak denken mensen aan circulaire economie, ah ja, dat is iets met recyclage. Dat is ook circulaire economie, maar dat is maar de laatste stap binnen de circulaire economie. En ik dacht, goh, ik wil eigenlijk mensen kennis laten maken met wat dat allemaal nog is. En dan in 2016... dacht ik van oké, hoe ga ik dat op een toffe manier doen en niet op een geitenwolle sokken manier, want dat was nog voor de grote klimaatmarsen dat het echt wel de nodige aandacht kreeg. Dus ik dacht oké, ik ga dat serieus organiseren door events te organiseren waar mensen praktisch mee moeten doen, want ik vind altijd dat je het beste leert door zelf te doen en niet gewoon van buiten leren. Allee, ja, niet iedereen krijgt een eureka-moment bij het lezen van artikels. Dus ik dacht oké, ik ga een event organiseren waar mensen zelf kunnen doen en hoe kan je dat organiseren, een kledingruil, want of je nu van mode houdt of niet, je draagt sowieso kleding, je kiest sowieso waarin je investeert. Dus het was niet per se om de mode-industrie te verduurzamen, maar wel eigenlijk als medium om het verhaal van de circulaire economie te vertellen. En dat is ook deeleconomie. En dan dacht ik, oké, hoe ga ik dat op een toffe manier doen? Ik ga dat niet in mijn garage doen met mijn vrienden en familie. Allee, die zijn ook welkom, maar ik wil serieus genomen worden. Dus ik dacht, oké, ik ga aan het modemuseum vragen of ik daar het event mag organiseren. En dat mocht, want voor hun was dat ook leuk om een nieuwe doelgroep aan te spreken. En dat eerste event was superleuk, maar het was meer inderdaad een mode-event. Dat was wel te voorspellen natuurlijk. Dus dan dacht ik van oké, goed dat mensen al meedoen, maar toch wil ik die duurzaamheidsaspecten er wel in verwerken. Dus dan dacht ik oké, ik ga andere ondernemers die met duurzame initiatieven bezig zijn, uitnodigen op het event om te tonen wat ze doen. Want ik denk niet dat iedereen op de hoogte is van bedrijven zoals bijvoorbeeld B-Token, die bijvoorbeeld voor de eventsector jetonnen maakt. Die maken dat met gerecycleerd plastic. Of bijvoorbeeld een bedrijf als Q-Light. Zij maken modulaire, circulaire LCD-schermen via een circulair bedrijfsmodel. Dus ik dacht, als ik hun mee betrek in mijn event, bereik ze eigenlijk een hele grote doelgroep. En zo is het eigenlijk gegroeid. En is het dan effectief dat vandaag in de economie en de maatschappij dat er veel te weinig belang wordt aangehecht? Ik vind van wel. In Vlaanderen hebben we al heel veel mooie, goede, circulaire initiatieven. Maar naar mijn gevoel situeren ze die zich nog een beetje te veel bij de overheid en grote bedrijven. En dat is al keigoed. Maar ik denk, als je die circulaire economie wil uitrollen, moet iedereen daarvan weten wat hun rol daarbinnen kan zijn. En die vertaalslag wil ik maken. Ja, supercool. Want
We hadden het daarnet over de schoolbanken waar je vandaan komt. Als ik het goed begrepen heb, wou je eigenlijk eerst iets anders studeren, maar dat mocht niet van thuis. Ik wou eerst al direct in een bachelor rond milieu doen. En dan zeiden mijn ouders, oh nee Nina, doe gewoon iets normaal. Ga gewoon economie studeren. En dan krijg je een bedrijfsauto, je verdient goed en dan ben je helemaal in orde. Maar ja, ik zat natuurlijk met die bezorgdheid om het milieu en het klimaat. En mijn passie werd daar steeds groter voor. Maar ja, je wilt ook niet je ouders teleurstellen. Dus ik dacht, ik ga politieke wetenschappen studeren. Dat klinkt ook nog serieus. Ja. Ja, en dan later een master milieuwetenschappen, zodat ik toch de best of both worlds heb om de wereld te kunnen veranderen. En tijdens je studies heb je ook eigenlijk constant ben je daarmee bezig geweest. Heel veel stages gelopen. Ja, want tijdens mijn studies, ja, je leert gewoon van, een beetje brutaal gezegd, maar je leert van buiten. En ik had zo nog energie om iets te doen. Dus dan dacht ik, oké, ik ga gewoon vrijwillig stages bij overheden lopen om te zien, ja, wat zijn de barrières, wat zijn de stimulatoren van de circulaire economie, wat kan ik hier zelf in betekenen. En zo is eigenlijk tijdens mijn studie ook die VZW ontstaan. Ja. En ja, dus dat eerste event was de Antwerp Fashion Exchange, eigenlijk, ja. Zo noemde het. Ja. Klopt. Wat heeft dat dan impact gehad op de verdere groei van de VZW? Ja, dat was eigenlijk de start. Daar zijn heel veel mensen op afgekomen. Dus dan dacht ik, oké, hier is wel vraag naar, hier is wel interesse naar om dat op een toffe manier aan te pakken. Mm. En dan dacht ik, na telkens in de musea events te organiseren, is wat die kriebel. Ik zeg altijd, die grootheidswaanzin gekomen om zelf een museum op te richten. Dus daar ben ik nu mee bezig. Dat is de volgende stap. Ja. Heel die passie voor dat klimaat is, als ik het goed begrepen heb, getriggerd geweest bij een campagnebeeld van WWF. Ja. Vertel daar eens kort over. Ja, ik geef hun altijd de schuld, want ja, als je jong bent, hè, je kijkt televisie en dan tussen de reclames zie je dan ineens een ijsbeer op een ijsschots en dan denk je wel, oei, dat zou wel jammer zijn als ik daar nooit meer in het echt mee kan maken, buiten in de dierentuin. En ja, je wilt dan van dierenarts naar groter gaan. Hè. In plaats van gewoon huisdieren helpen, wil je veel dieren helpen. En dan zie je, naarmate je meer begint in te lezen, oh, we moeten de natuur helpen. Want zo helpen we niet enkel dieren, maar ook onszelf. Ja, super nice. We praten daar zo meteen over verder. Maar ik denk dat het eerst tijd is voor onze volgende rubriek, Was dan. Daarin leggen we elke week een vaak gebruikte term uit die je hoort in de start-up en scale-up scene. Klopt. En zoals jullie weten, hebben we daarvoor een eigen huisspecialist, Thomas. Vandaag heeft hij het over scalability. Als je indruk wilt maken op de familie van uw nief, madame, zorg dan dat je aan de kersttafel al een nippend van een glaasje champagne een zinnetje placeert als oh, ik doe momenteel een competitieve marktanalyse en een review van onze interne werkprocessen om te bepalen op welke manier ik mijn start-up zo lean en min mogelijk schaalbaar kan maken. Huh? Bam! De ster van het feest staat niet meer bovenop de boom. Schaalbaar is het sleutelwoord voor deze video. Oftewel, scalable, wat afgeleid is van scalability. Maar wat wil dat zeggen? Afgezien van haalbaar met twee extra medeklinkers voor. Stel, je hebt een topsoftware ontwikkeld. Goed gedaan, man. Maar nu komt de echte uitdaging. Ervoor zorgen dat je product zonder ingrepen kan worden gebruikt door 10, 1000 of zelfs 10.000 mensen. Als dat lukt, well then your software is in fact scalable, good sir. Schaalbaarheid draait dus om het snel en efficiënt kunnen laten meegroeien van je bedrijf met een exponentieel stijgend aantal leden of gebruikers, wat eigenlijk sowieso de uitdaging is voor elke start-up. Scalability varieert per bedrijf en ook per sector. Niet elk bedrijf moet of kan schaalbaar zijn. Alles hangt af van de visie en de doelstellingen die je hebt vooropgesteld. En trouwens, ondertussen ziet uw schoonfamilie daar misschien nog altijd met een mond vol tanden aan die kersttafel. Cheers. Goed, scalability. Ik denk dat voor elke organisatie interessant is. Ik denk voor jou ook. Maar hoe groot wil je eigenlijk worden met de VZW? Hoeveel mensen wil je daarmee bereiken? Dat is een goede vraag. Ik denk dat je eerst dat zoiets organisch groeit. Want als je mij in 2016 had gezegd dat ik zelfs een VZW moest oprichten, wist ik dat niet. Ik weet nog, met mijn eerste event, dan bereik je wel heel veel mensen. En dan vragen mensen achteraf, ah ja, dan heb je daar verzekeringen voor geregeld. En is dat administratief in orde? En ik deed eigenlijk maar gewoon wat. Dus dan leer je stapje per stapje van, oké, als ik een bedrijf of eigenlijk een VZW in mijn geval wil opstarten, moeten eerst een paar zaken in orde zijn voor ik naar de volgende stap ga. En zo is
eerst ook organisch gegroeid. Dat ik dacht van, ah, dat is leuk, een eigen museum. Maar ik denk dat ik veel meer mensen kan bereiken als ik inderdaad mijn eigen plek heb. In plaats van telkens bij anderen een event organiseer voor één dag. Ja, ja, want om daarop door te gaan, hè, want naast de VZ2 word jij vaak ook in persona gevraagd voor campagnes. Hè, bijvoorbeeld voor Profamel en voor Eastpak heb je al campagnes gedaan. Mm-hmm. Wat doet dat met jou als je zo mee met zo'n grote merkje kan werken aan een campagne die eigenlijk helemaal in jouw sweet spot ligt? Ja, dat zijn mooie kansen, hè, en die wil ik ook graag grijpen. Want op die manier kan ik die boodschap van wat de circulaire economie is verder verspreiden. Want hun hebben een heel groot doelpubliek. En dat zijn de mensen die ik wil bereiken. Niet de mensen die al bezig zijn met duurzaamheid. Die doen het al goed. Ik wil de mensen bereiken die er eigenlijk geen reet om geven. Die vind ik interessant om erbij te betrekken. Ja, en is het, denk je dat dat door zulke zaken te doen, ja, makkelijker is om die mensen die er echt compleet niks om geven, om die toch wel die switch te laten doen? Want die zijn er vandaag helemaal niet mee bezig. Hè? Ja, zeker. Inderdaad. Doordat je met zo'n partner samenwerkt, bereik je mensen inderdaad die er dus niet mee bezig zijn. En toon je eigenlijk dat het heel makkelijk kan zijn om in de circulaire economie je plek te vinden. Okido. Ik stel voor dat we even naar de volgende rubriek gaan. Dat is The Grid. Dat is een scherm waar 10 woorden op staan. En achter elk woord is er een stelling rond ondernemerschap. En jij mag er eentje uitkiezen. Oké, super. Aan 2050 wil ik nog niet denken. De Green Deal hebben we al gehad, denk ik. Er wordt al genoeg over gesproken. Dus ik kies Drive. Drive, oké. Leuke keuze. Daar zit de volgende stelling achter. Effort is het basisingrediënt voor succes. Wat denk je daarvan, Nina? Ik denk dat effort een basisingrediënt is voor succes en niet het basisingrediënt. Sowieso, ik heb geluk gehad. Hè. Ik heb een familie die me altijd heeft ondersteund in mijn studies. Vrienden die me hebben meegeholpen met de VZ2. Dus dat is natuurlijk al ook een basisingrediënt. Maar effort is ook een van de andere basisingrediënten in de zin van... Ja, ik vind dat natuurlijk dat dat er is. Ik vind het altijd zot als mensen aan mij zeggen, amai, dat is wel veel moeite dat je dat doet, hè? Wow. En dan denk ik, maar dat is toch normaal als je iets wilt, dat je daar heel voor gaat. Ik krijg een beetje kriebels van als mensen zeggen, ja, je mag niet te veel moeite doen voor iets. Dan denk ik, hoe reageer je daar dan op? Ja. En dan zeg ik altijd, maar diep van binnen denk ik, ja, nee, ik vind dat heel raar. Dat je doet ofwel iets supergoed, ofwel doe je het niet. Dat is een beetje mijn... zienswijze eigenlijk. Ik denk dat dat een juiste zienswijze is. Absoluut. Nu, wat Matthias en ik super bijzonder vinden aan jou, is dat je eigenlijk al bezig bent met klimaat en al activist was. Een beetje avant la lettre dat het cool is beginnen worden om klimaatactivist te zijn. Hè? We kennen allemaal de klimaatmarsen vanaf 2016 enzovoort, maar jij was daarvoor hier al superveel mee bezig. Was dat niet een eenzaam parcours dat je aan het afleggen was op dat moment? Enerzijds wel, maar anderzijds, ik vond daar denk ik een beetje mijn hobby. En ik vond dat leuk om mij daarover bij te scholen. Dus ja, eenzaam in de zin, als je familie niet begrijpt waarom je er zoveel moeite voor doet, is dat soms wel jammer. Ik weet dat nog, tot op vorig jaar wist mijn mama niet eens wat ik had gestudeerd. Zo van, ah ja, iets met afval. Wow. Dan denk ik, hè, milieuwetenschappen, dat is niet zo moeilijk. Dus dat is wel jammer. Maar op zich, nu ze bijvoorbeeld door die samenwerking met Profamel en Eastpak zien van, oh mij. Dit is iets serieus, dan ben ik wel blij. Want op die manier zijn ze wel trots. Dat is wel fijn. Waren een beetje gefrustreerd misschien in het begin ook, dat mensen dat niet zagen? Ja, ja, ja. Toen ik heel jong was, toen ik nog in het middelbaar zat, had ik echt stress. Oké, Nina, ik denk dat het tijd is om er iemand bij te halen. En wat voor iemand? Want deze week is onze tweede gast de leading lady uit de HR-wereld. Ze is de managing partner van de House of HR, waar onder meer het uitzendkantoor Accent onder valt. Maar ze is ook de founder van Stella P en We Are Jane. Dames en heren, mogen wij een daverend applaus voor Vlaanderens biggest boss lady, niemand minder dan Connie van den Driessen. Hey Connie, welkom in onze bierkasteel. Ik ben blij dat er iemand van de streek hier is, want jij bent hier van de streek, hè? Klopt. Ik ben geboren in Lichtervelde. Mijn kantoor is in Roeselare. Dat is op 15 minuutjes van hier, dus het is heel dichtbij. Oké. En mag ik zeggen, hier gestart en een West-Vlaamse onderneemster. Nu, ze zeggen dat West-Vlaamse ondernemers dat die harde werkers zijn. Van waar komt die mentaliteit?
Ja, dat is een stukje cultuur in West-Vlaanderen. Wij geven niet op, wij doen altijd door. Wij zijn zeer gedreven. Ze noemen ons de Texas van, van Vlaanderen, dus oké. Okay. Ik weet niet, ik denk dat we dat een stuk met de soeplepel, met de paplepel meegekregen hebben. Oké, okay, super. Zeg, we hebben gezegd, ja, accent, House of HR, maar Stalapé, dat is iets dat misschien de meeste mensen nog niet kennen op vandaag. Vertel eens, wat is dat precies? Stalapé, ik ben dat gestart na het operationeel loslaten van de House of HR. Ik ben dat gestart in 2014. En dat was vooral om impact te hebben op raden van advies en raden van bestuur. En ik vond dat zij niet divers genoeg waren, die raden van. Dat was zo'n old boys club. Ja. Hè? En ik dacht, ja, daar moeten meer vrouwen in, daar moet meer diversiteit, daar moet meer jonge mensen in. Hè? Zodanig dat die een stukje, de board vertegenwoordigt een stukje wat dat er in de field, in de werk, op de werkvloer gebeurt. Ja. Dus en ik eerst en vooral heb ik ingezet op diversiteit van gender, mm-hmm. van vrouw, man. En nu zijn we bezig met etnische diversiteit in boards te krijgen. En de bedoeling is, als je zit daar aan de top van een bedrijf, om invloed te hebben op het bedrijf zelf. Ja, en is het dan, we spreken vaak over grote bedrijven, maar ik denk dat je niet snel genoeg kunt beginnen met een soort van board, denk ik. Ik moet zeggen, Stalapé is 80% in de KMO-markt. Oké. Okay. KMO-markt begint dan van 10, 15 medewerkers tot 200 medewerkers en 20% in de hele grote bedrijven. En we hebben al een vijftal, niet zoveel in start-ups uiteindelijk, omdat ze daar vooral met de investeerders werken, ja, op hun raad van advies. Want in de tijd toen jij gestart was, had je toen ook een soort van board waar je naartoe kon, ja, gaan? Of hoe was dat? Ja, eigenlijk ben ik gestart omdat ik vond dat voor mij heel veel geholpen hebben bij de opstart van Accent. Omdat, je moet weten, ik ben verpleegkunde. Okay. En ik wist dus niks. Ja, is waar. En ik wist dus niks van de wereld van zaken doen, economie, mm-hmm, en zo. Allee, niks is misschien. Mijn ouders waren zelfstandigen in de plantensector, maar ik wist heel weinig. En ik heb mij heel vroeg laten omringen door mensen die wel die weg, ja, doorvormen hadden, die wel die journey afgelegd hebben. En ik vond dat altijd het wahala. Omdat ik dan heel veel kon leren en ik heb zo heel veel stappen gemaakt in mijn, ja, leven. Je komt overal een goede, ja, raad van advies, je kunt er niet vroeg genoeg aan, nee, beginnen. Ik vind het fijn dat we aan de bar staan. Je kunt niet geloven hoeveel sollicitatiegesprekken dat ik had aan een bar. Omdat je dan werkelijk de mens leert kennen, de authentieke persoon. Ja, en anders achter een bureau is dat niet, ja, zo interessant. Oh, maar ik stel voor dat we aan de bar naar de, ja, zetels gaan, waar dat ongetwijfeld Nina, ja, ook laten wat we nog eerst een keer klinken. Voilà, absoluut. Connie, welkom. We konden elkaar vaak tegen de laatste tijd. Hè? Ja, absoluut. Het wordt bijna te veel. Nina, wat vind jij van die madame die naast u zit? Ja, ik vind het een eer om naast u te mogen zitten eigenlijk. Super, merci. Maar ik vind het ook een eer om naast u te zitten. ik word daar precies altijd warm van dat jong enthousiasme, hè, die de wereld wil veranderen. Ik denk dat er nog meer moeten zijn van jullie. Zeg, en Nina, als jij, ik veronderstel je niet elke dag inderdaad naast een Connie van den Driessen zit. Als je nu Connie een vraag zou mogen stellen, wat zou je vragen? Goh, van HR weet ik eigenlijk niet zoveel. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe uw duurzame principes, en dan als het even mag, circulaire economie, in uw bedrijfswerking wil integreren of al integreert. Of misschien tendensen ziet voor HR. Want vaak beginnen ze dan, ah ja, maar wij recycleren al, hè, op kantoor, dus dat is al genoeg. Maar ik denk dat er zeker voor HR misschien toch wel grote veranderingen, ja, kunnen gebeuren. Voor mij is dat een heel belangrijk topic, om daar heel sterk op te scoren met het bedrijf en met de groep. We hebben al een hele grote groep in 10 verschillende landen. En we vinden dat superbelangrijk. Waarom? Omdat we de toekomst, gaat dat een soort branding zijn om mensen aan te trekken. Mm-hmm. Maar ik geloof zo niet aan dat oppervlakkige gedoe. Ik vind dat dat moet een soort DNA worden van het bedrijf. Dat moet doorleefd worden. En dat is voor mij belangrijk. En om dat te doorleven, is er daarvoor een hele journey nodig. Mm-hmm. We zijn verleden jaar opgestart met een heel team.
een team van experten en een team van next-genners. Van ik vind de combinatie een must in het bedrijf. Hè, met te kijken van op welke gebieden gaan wij werken. Mm-hmm. En ik ben niet zo wauw van alleen maar elektrische wagens. Allee, sommige bedrijven denken dat ze dat al zijn hè, als ze een wagenpark aanpassen. Maar voor mij is het meer over well-being. Hoe staan we ten opzichte van onze medewerker? Hoe gaan we om met onze klanten? Hoe, ja, we hebben zo 5 domeinen uitgekozen. He, over heel, al ja, met bedrijven over heel Europa. Wij komen maandelijks samen in een soort sounding board om daaraan te werken. We zijn er absoluut nog niet. He, van, het moet echt doorleefd worden en dat neemt tijd. Mm-hmm. En ik volg ook wat je zegt, Conné. Je moet wel de dingen die je als bedrijf doet, die moet je leven ademen en er niet alleen over gillen, he, ja. Maar het ook wel gewoon effectief gaan doen. Ja, er wordt al zoveel geheld. Ja. Hier. Allee, ik heb het, ja, ja. En die grote woorden gebruikt en zo. En ik ben meer van een doener. Ja. En om het is absoluut een must. Hè. En het moet echt wel stap voor stap doorleefd worden. En het neemt tijd in beslag. Ja. Zeg je nu jou iets vragen? Ja, ik wil nog iets vragen. Connie zegt inderdaad, dat wordt inderdaad, dat is een journey dat moet komen, maar bij heel veel jonge bedrijven, ja, om die een journey dan op te starten, kost waarschijnlijk ook vaak wat geld om dat te gaan doen. Mm-hmm. Is dat iets dat jonge bedrijven ook willen? Dat was een beetje mijn vraag naar Nina. Vertaal je dat ook soms een beetje naar het kostenplaatje naar bedrijven? Grote bedrijven hebben daar een budget voor, of allokeren daar een budget voor. Maar ja, hoe zit het met de KMO? Er zijn in Vlaanderen... In België zijn 80% KMO. Ja, hoe kunnen we circulair betaalbaar, gaan werken? Betaalbaar voor de bedrijven? Ja, goede vraag, Connie. Nina? Om nog heel even in te pikken op de jonge bedrijven. Ik zou juist denken dat het voor jonge bedrijven makkelijker is om van start te gaan met circulaire principes. Want ja, hun hebben nog geen padafhankelijkheden. Terwijl grote bedrijven, die zitten zo vastgeroest in hun processen, dat daar één ding veranderen. Bijvoorbeeld in een lineair model naar een circulair model waar je in plaats van producten verkoopt, diensten verhuurt. Dat gaat voor hun veel moeilijker zijn als voor een jong bedrijf dat vanaf het begin daaraan kan beginnen. Ja, een tanker. Ja, inderdaad. Dus dan is het juist goed dat je kan zeggen voor jezelf, oké, we zijn er nog lang niet. Ja. Laten we even een stapje terugnemen en zien wat we wel al kunnen doen en hoe we daar naartoe gaan evalueren. Ja. Anders, ik denk dat iedereen, de consument, gaat dat ook doorprikken, denk ik. Als ze zien dat bedrijven, we doen dit en dit al, maar dat zijn maar kleine zaken, denk ik. Ja, en om dan even terug te pikken op de vraag van dat kostenplaatje, want als voor zo'n bedrijf een belangrijke verandering, dat heeft gewoon, soms brengt gewoon heel veel kosten met zich mee. Ja, dat is soms niet in de prioriteitenlijst. Er is zoveel... Het is soms een kwestie van overleven, van de volgend jaar te halen, hè. Dus in een jong bedrijf. Mm-hmm. Ik denk dat je als bedrijf inderdaad moet inzetten op... Kijken naar wat je al doet, om maar een voorbeeld te geven. Ik denk dat het het Franse postbedrijf was. En dus de postbode die gaat langs bij verschillende huizen elke keer de deuren terug open en dicht doen. Maar wat nu als je een auto of de postauto zo ontwerpt zonder deuren, dat je makkelijk in en uit de auto kan en zo eigenlijk tijd bespaart en dus ook kosten. Duurzaamheid, mensen denken vaak, dat gaat mij heel veel kosten. Dat gaat mij veel kosten. Maar eigenlijk kan je het ook van het kosten besparingsmotief zien. En ik denk dat veel mensen daar niet aan denken, terwijl dat wel zo kan zijn. Ik vind dat juist heel leuk om op die creatieve manier te denken en met bedrijven in gesprek te gaan. En oké, wat doen jullie al? Je moet het verschil maken tussen efficiëntie en effectiviteit. Je kunt iets efficiënter doen, dat gaat u veel besparen. Maar je kunt ook iets effectief doen. Wil je een broek dragen of bijvoorbeeld een super speciale outfit dragen voor één keer? Dan kun je misschien beter die outfit huren, dan wil je die outfit meerdere keren aandoen, dan kan je hem wel kopen. En daar moeten bedrijven over nadenken, waar willen zij op inzetten. Ja, ik denk de dingen die jij hier zegt, ik denk dat die best inspirerend zijn voor mensen die thuis aan het kijken zijn. En het kan dus wel, en ook met beperkte middelen dan. Nu, eigenlijk hebben we hier 2 activisten vandaag in onze studio zitten. Hè? Want Connie... Het is een zwaar woord, hè? Ja, maar ik denk dat we dat wel mogen zeggen. Jij bent wel iemand die in Vlaanderen of in België en nu in die 10 verschillende landen wel echt iemand bent die opkomt voor meer vrouwen in het ondernemerswereldje. Van waar komt dat precies? Goh,
Ik denk dat mijn vader de grote schuldige is. Momentum dat hij zijn zaak overliet, keek hij alleen naar mijn twee broers en niet naar mij. En ik vond op zijn minst dat hij de vraag moest stellen aan mij. Dus ik denk dat die gedreven... En ik ben hem daar heel dankbaar voor. Maar die gedrevenheid om mij te bewijzen is daar ontstaan. Ja. Uiteindelijk. Dus de drive om eigenlijk een voorbeeldrol op te nemen. Om, En zijn we daar op de goede weg op vandaag? Nog niet. Nee. In België is het ongeveer tussen de 16 à 18% vrouwelijk ondernemerschap. Ja, dus dat is nog heel weinig. Nog veel te weinig. Ja, maar het gaat precies... Met corona is precies ook niet een versneller of een accelerator geweest. Okay. En Nina, denk je dat de wereld zou beter zijn als er meer Ninatjes die op de wereld zijn die drive hebben om wel de ondernemerschap te doen? Oei, niet meer Ninatjes, maar wel meer vrouwen die ondernemen. Het lijkt me sowieso goed. Ja. Okidoo, super. Ik stel voor dat we even kijken ook naar het publiek, want daar zitten ook een paar mensen met een vraag. Er was iemand die een vraag had. Dag Nina, als je met maatschappelijke thema's bezig bent, hoe makkelijk is het dan om bij politieke dingen binnen te geraken? Ja, Nina, de vraag is duidelijk, denk ik. Hè. Jij bent bezig met maatschappelijke thema's en daar moet op beleidsniveau soms iets gebeuren. Hoe ga je daarmee om? Ik vind dat een leuke vraag. Enerzijds, ik heb tijdens mijn studie verschillende stages gedaan bij overheden. En dat was eigenlijk super makkelijk, want dat was niet vanuit de universiteit dat het werd georganiseerd. Dus ik heb gewoon zelf een mailtje gestuurd. Ah, hey, mag ik stage lopen? Ah ja, dat is goed. Dus op dat vlak is dat super makkelijk. En dan op vlak van circulaire economie, doordat Vlaanderen zo klein is, hebben we heel lang geleden al heel stevig moeten inzetten op afvalverzameling. En zo zijn wij beetje bij beetje eigenlijk pionier geworden op alles wat te maken heeft met de circulaire economie. Dus op dat vlak is de politieke aandacht voor circulaire economie is er wel in Vlaanderen en ook in België. We zijn er echt wel mee bezig. We hebben al best wel veel instellingen die met circulaire economie bezig zijn. De OFAM, Vlaanderen Circulair, de kabinetten zijn bekend met het belang ervan. Dus zij zitten er wel echt achter ze. Dus daar maak ik me minder zorgen over. Ik denk ook dat de echte vooruitgang, of ja, hoe zeg je dat, early adapters, zijn vaak bedrijven en burgerinitiatieven die rond circulaire economie en duurzaamheid bezig zijn. En zo is dat ook een stimulator, hè, voor maatschappelijke verandering. En Connie, is het, okay, dat is op één bepaald vlak, maar is het op vandaag gewoon makkelijk voor als bedrijf om iets op politiek vlak te gaan veranderen? Wel, we hebben heel veel hulp van de federaties. Iedere sector heeft een federatie die heel veel invloed of impact probeert te hebben op de politiek. Maar het blijft natuurlijk een verhaal van lange adem. Hè. Het duurt heel lang om iets veranderd te krijgen. Ik denk veel geduld hebben, dat is iets wat ik nu mis. Ja, alvorens we echt gaan afronden, stellen wij onze gasten altijd nog een laatste vraag. Hoe in jullie ontzettend drukke leven en waar jullie vandaag overal mee bezig zijn en met stress, hoe vinden jullie nog ontspanning? Hè? Of in hoe laden jullie toch elke ochtend die batterijen nog op? Misschien Connie? Goh, eerst en vooral, ik doe iets waar ik gepassioneerd over ben. En dat geeft me eigenlijk heel weinig stress. Er zijn absoluut momenten, er zijn leuke momenten en er zijn ook minder leuke momenten, laten we eerlijk zijn. Hè. We hebben in 5 jaar 35 overnames gedaan, waarvan dat er 5 niet gelukt zijn. En dat raakt mijn hart. Ja. Hè. Dus er zijn ook shitmomenten dat je zo vlug mogelijk wil vergeten. Maar ja, ik ben gepassioneerd en dan spreken we eigenlijk niet over werk. Dat is raar, hè, maar... Ja. Nina, is dat voor jou ook zo? Ja, daar kan ik me wel in vinden. Ik heb heel veel energie en ik word ook heel snel zenuwachtig. Maar ik denk dat ik elke dag op de kant outside even ga joggen en dan is dat er ook weer uit. Ik heb kei lieve vrienden en familie die mij ondersteunen en ook aan het belletje rinkelen van je bent te veel in je eigen wereld, geef ons wat aandacht. Dus ja, ik
heb ook daar wel een goede balans in, ja, denk ik. Dat is heel belangrijk. Een goede partner, goede vrienden. Ja. All right. Ik denk dat het een mooie moment is, ja, om af te ronden. Ik vond het heel fijn. Ik vind het super, een super positief programma voor ondernemers. Okay. Dank u. Dank je wel, Craig. Dank je wel ook om hier aanwezig te zijn. Ja. Nina, ook heel erg bedankt. We gaan afronden. Ik denk dat we inderdaad gaan afronden. Dit was Goed Bezig met Nina Maat en Connie van den Driessen. We hopen dat jullie het opnieuw een leerrijke, maar vooral inspirerende aflevering vonden. Blijf trouwens straks nog even kijken, want zo dadelijk volgt er nog onze wekelijkse starterstip. Absoluut. Moesten jullie ons trouwens nog niet volgen op een van onze socials, doe dat dan zeker, want de komende dagen stellen we met heel veel plezier de volgende gasten voor. We zijn trouwens te vinden op goedbezig.tv. Zo jongens, dit was hem dan. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Dag! Bij het opstarten van je zaak komt heel wat kijken. Waaronder de verplichte aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds. Je betaalt elk kwartaal sociale bijdragen, waardoor je verschillende sociale rechten krijgt. Sociale bijdragen worden telkens berekend op je inkomen van 3 jaar geleden. Als starter kan dit natuurlijk niet en betaal je een minimumbijdrage of 20,5% van je geschatte inkomen. Dit wordt later dan gecorrigeerd als je inkomen lager of hoger blijkt te liggen. Vermoed je dat je inkomen het eerste jaar laag zal liggen? Dan kan je als startende zelfstandige in hoofdberoep een beroep doen op de starterskorting voor de sociale bijdrage van de eerste 4 kwartalen. Dankzij deze korting creëer je wat financiële ademruimte. Je sociaal verzekeringsfonds bekijkt graag met jou of beroep doen op zo'n korting nuttig is.